Eva Kebrowka uit Polen kwam voor werk naar Nederland, maar ze besloot te blijven en heeft inmiddels een gezin hier. Vandaag brengt ze haar zoontje naar school. Het is Timon, hij is in een groep 1, 2. Hey? Tekenen. Boeken lezen. Buiten spelen. Op deze school in de Blerikse wijk Klingerberg is 1 op de 5 leerlingen een kind van een arbeidsmigrant. In de wijk wonen veel internationale werknemers. Met name in onderbouwgroepen, de laatste jaren zien we dat veel meer, dat ook echt gezinnen zich hier vestigen. I think it's more structured and organized than in Poland. Jonge kinderen met een Oost-Europese achtergrond beginnen net zoals hun leeftijdsgenootjes in de kleuterklas. Zo leren ze de Nederlandse taal, maar dat is bij hun ouders niet het geval. Ouders spreken veelal niet Nederlands of niet goed genoeg om zich daarin echt te kunnen redden in een oudergesprek. Dus wij proberen dat in het Engels te doen, maar als het niet lukt schakelen we ook gewoon een tolk in, zodat de mensen ook wel echt goed begrijpen waar we het over hebben. Het gaat toch om hun kind. Maar wat ik voor deze mensen zeker zou willen is dat zij ook de Nederlandse taal machtiger zouden kunnen worden. Camilla, wil je een kopje koffie? Ik wil geen kopje koffie. Taal is belangrijk, weten ze ook in deze Tegeltse wijk. Hier zijn buurtbewoners gestart met taalles. We hebben ons gericht op die arbeidsmigranten, omdat er nogal veel mensen een huis gekocht hebben of een huis huren bij de woningbouwcorporatie. En die hier in onze gemeenschap nieuwe buren zijn, maar nieuwe niet-Nederlandstalige buren. Ja, het spreekt zich enorm rond wat we aanbieden en ja, we lopen eigenlijk over in de aanmeldingen. Fantastisch. De muziek van Dickhout vindt hij goed. Ik heb zelf ook een Poolse kennissen bij mij in de buurt wonen. En daar heb ik ook wel eens contact mee. En je merkt wel dat zij behoefte hebben om ook Nederlands te willen leren. Hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. De cursisten hebben 40 lessen van 2 uur gehad. Vandaag is de laatste bijeenkomst en krijgen ze een certificaat. Ik geboren in Polen en daar is Poolstaal en hier is Nederland. Dus moet die gebruiken Engels of Nederlands. En voor mij is beter Nederlandstaal die leren. Communicatie is andere mensen, dat is beter. Ja, is gaan op school, ja, is oudergesprek, is moet ook taal is Nederlands ja, praten. Camilla en Kinga hebben hier inmiddels hun leven opgebouwd. Ik heb eens 2 kinderen. Is een zoontje en heb een dochter. Zijn die hier geboren? Ja. Mijn dochter is geboren hier, de beginschool hier. Die eerste Peter Spierzaal, kinderopvang. En die is nu school. En die is voor mijn dochter ook is beter hier. Ik altijd vraag, je wil terug naar Polen? En die mijn dochter zegt, nee, ik wil blijven hier. Met een les zoals deze wordt de taalbarrière kleiner. En dat kan weer helpen om de afstand tussen ouders en school nog kleiner te maken. Ze zijn enorm betrokken. De kinderen komen ook gewoon naar school, worden gebracht. Het enige wat wel eens kan gebeuren is dat ze met feestdagen naar Polen willen. Ja, daarin is de leerplichtwet hier in Nederland vrij strikt. Ja, dat kan niet. Dus daar zit wel soms een probleem. Maar je ziet dat deze ouders, als ik dat uitleg, dan ook veelal kiezen om niet te gaan. Do you think the future of your kids is in the Netherlands? I think that they will choose it when they will be 20, but until then, yes, for sure.